SW Top krijgt een bedrag van 11.000 euro van de gemeente Os. Dit omdat de voetbalclub schade heeft geleden door de vertraging van de bouw van de talentencampus. De kunstrasvelden die de club zou krijgen konden hierdoor niet aangelegd worden. Het bestuur van SW Top kreeg daardoor te maken met financiële tegenvallers. Zo hebben spelers hun lidmaatschap opgezegd, zijn sponsors afgehaakt en moest de club huur betalen om te kunnen voetballen op velden van FC Os. De gemeente komt de club daarom tegemoet. Het is de bedoeling dat de kunstgrasvelden aan het einde van het huidige voetbalseizoen wel worden geplaatst.